Het decor, toen ik het voor het eerst zag, dacht ik, gaan we dit echt doen? Het is spannend, het is verrassend, het is nieuw. Ik ben Dirk van Berkel en ik ben projectleider bij Unlimited Productions en Lifetime Productions. En wij zijn technisch producent. En als technisch producent vertalen wij het concept naar realisatie middels techniek, mensen, middelen, binnengestelde budgetten en planningen. We zijn bezig met de productie van The Green Challenge. En The Green Challenge is een evenement geïnitieerd en georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij. Zij ondersteunen start-ups, met name groene start-ups, met hun sustainable businessplannen. Nou, The Green Challenge, daar zijn we al lange tijd bij betrokken. En dit wordt de 13e editie waar we bij betrokken zijn. We doorlopen met de klant een aantal fasen om uiteindelijk het evenement te realiseren. We starten dit evenement op inderdaad met een vraag vanuit de opdrachtgever. De Green Challenge is een evenement wat in de loop der jaren al wel vorm heeft gekregen. Decors zijn veelal voorzien van veel groen. De vraag dit jaar was aan ons om een ontwerp te maken voor het podiumsetting. En in samenwerking met de andere partners de inrichting van de zaal vorm te geven. De vraag vanuit de klant was om inhoudelijk de Postcode Loterij Green Challenge naar een wat hoger niveau te tillen qua beleving. De kern van de Green Challenge, waar het eigenlijk om draait, is dat ze het milieu willen verbeteren. Dus wij vonden dat dat centraal moest staan in het geheel en ook in de vormgeving van de set. Dus wat we hebben gedaan is die wereldbol waar het eigenlijk om draait, waar we aan willen werken met z'n allen. Om die centraal terug te laten komen in de set en daar eigenlijk de set omheen vorm te geven. Na de conceptfase gaan we de preproductiefase in. Dan gaan we alles technisch uitwerken. Gaan we aanvragen doen bij leveranciers, plannen met elkaar smeden om te kijken of alles passend is, binnen het budget past, technisch haalbaar is. Als een concept niet haalbaar blijkt, kunnen we samen met ontwerpen kijken naar oplossingen die wel haalbaar zijn. We willen altijd voor het beste ontwerp gaan en dat ook proberen uit te voeren. We zijn in de gashouder op het Westergasterrein in Amsterdam. Een locatie waar we regelmatig werken. Een hele fijne locatie. En het mooie aan deze locatie is dat het een oude gassilo is. Een ronde vorm waar we ook mee gespeeld hebben in het ontwerp. En waarin we eigenlijk de ronde vorm centraal gesteld hebben. We zijn hier bezig met de opbouw van de Postcode Loterij Green Challenge. Zoals je ziet hangt alles nog een beetje op werkhoogte. De mannen zijn licht en geluid en video allemaal aan het inhangen. 'S Ochtends komen we binnen, dan is alles nog helemaal leeg. Dan beginnen de riggers punten uit te zetten. Als ze daarmee klaar zijn, gaan ze de motortakels allemaal inhangen op het plafond. De trussen weer aan komen te hangen, waar het licht en het geluid weer aan kan komen. Waardoor dadelijk, als alles klaar is, omhoog gehezen wordt. Dan gaan ze alles testen. We gaan het licht stellen, naar de projectoren afstellen. Zodat we weten vanavond of alles technisch werkt. Zodat we morgen kunnen repeteren. De samenwerking die gaat heel erg goed. We werken al jaren samen. Dat uitzicht in natuurlijk een productie die zich weer heeft kunnen innoveren. We doen dit nu al een aantal jaar. En we weten steeds dat stapje hoger te maken. Nou, dat is wel echt heel erg bijzonder. Om je steeds te innoveren, steeds met iets nieuws te komen. Iets verrassends ook. En ik denk dat daar de kracht van onze samenwerking zit.